Ik werd 10 jaar geleden gediagnosticeerd met diabetes. Het begon met 1 pilletje, 2 pilletjes, 3 pilletjes, uiteindelijk 8 pilletjes. En eind vorig jaar kreeg ik de diagnose dat ik insuline moest gaan prikken. En dat was voor mij wel de wake-up call om te zeggen van ja, dit wil ik niet. En toen ben ik gaan zoeken van ja, wat kan ik daaraan doen? En op internet erachter gekomen dat er een programma bestaat zoals Keer Diabetes Om. En erover gelezen te hebben, vreselijk enthousiast geworden en me ingeschreven voor het groepsprogramma. Nou, het programma heeft me toch wel heel veel gebracht. Mijn medicijngebruik is met de helft gereduceerd. En mijn gewicht is ook heel duidelijk afgenomen. Ik ben meer dan ongeveer 13 kilo in een half jaar tijd aan gewicht verloren. Dus, het heeft me ook heel veel energie gebracht. Niet alleen op het gebied van voeding, maar ook in de rest van mijn leven. Ik ben veel meer gaan focussen op datgene wat ik echt leuk vind. En dus mijn werk blijft centraal, maar ik heb ook heel veel energie gevonden om mijn hobby, mijn passie, fotografie te gaan volgen. En daar ben ik nu heel, heel erg actief in en vind ik heel veel voldoening. Nou, ik zie de toekomst wel nu. Zeker na het programma heel erg positief tegemoet. Met een diagnose insuline spuiten had ik dat wat minder. Veel minder. Maar nu, het geeft zoveel energie. Het geeft me zoveel kracht dat ik in de toekomst zonder problemen aan kan. En ook zonder diabetes. Dat is echt wel het doel waar ik naartoe wil. Om echt helemaal van mijn medicatie af te gaan. En dat gaat zeker lukken op deze manier. Daar heb ik alle vertrouwen in.